Jullie duiven, welkom bij de Game Duif. Nou, jongens, zouden jullie weer cake hebben of koekjes? Ik zou kiezen voor koekjes, maar cake is ook wel lekker, maar koekjes, dat zijn gewoon echt heerlijk. Dat is de beginvraag, je mag al beantwoorden in de reacties, zou ik gigantisch leuk vinden, dus cake of koekjes. Maar hallo, welkom bij Would You Rather. Ja, en dit is Would You Rather, want Would You Rather is super populair, dus ik moet ook spelen. Dat zijn de regels, toch? Ja, natuurlijk. Ik heb geen idee waarom, maar het is gewoon zo. Oké, maar de eerste vraag is... Would you rather, wil je liever 20 miljoen YouTube abonnees of het procederen van een blockbuster actiefilm? Nou, ik zou zelf eerlijk gezegd liever producent zijn van een actiefilm. Want serieus, dan sta je ook een beetje bekend van... Wacht even. Sorry, ik had last van internetmuizen. Muisgrap. Als je, weet je, subscribers hebben, is wel leuk en al, maar heb ik dan nog, ja, hoe zijn mijn views dan? Of heb ik dan nog wel heel veel plezier in het maken? Of, ja, maar bij produceren ben je ook echt inderdaad bekend en gaan veel mensen ook naar een actiefilm. Het lijkt me gewoon heel gaaf. Ik ga voor deze. Yes! Yes! Aan de winnende kant. Woehoe! Oké. Fuck ja, YouTube. Gaatje, YouTube. Ik hou van jou. Volgende vraag is... Would you rather... Only... Om alleen... De wereld te zien in... Tinten van rood? Of... Nauwelijks mensen horen spreken? Nauwelijks mensen horen... Wanneer ze praten? Oeh, die is lastig. Jongens, wat zullen jullie doen? Want ik wil best wel graag horen. Maar ik wil ook niet de wereld en alleen maar tinten van rood zien. Dat er zoveel... Ik ga voor het horen. Serieus? Dus jullie willen geen kleuren, andere kleuren meer zien dan rood? Serieus? Mij maakt niet uit, want... Oké, ik geef toe... als ik een serie kijk, kan ik net zo goed... Het geluid heel erg hard zetten. Toch? Ja. Ik bedoel, kom op. Ik vond het wel een goede vraag, maar kom op. Kan beter. Oké. Zou je liever... Dat de wereld vol met artiesten zou zijn? Of vol met christen? Nee, wacht. Vol met atheist. Geen idee. Vol christen. Ik ga dan voor christen. Ik heb geen idee wat een atheist is. Sorry mensen, sorry. Maar goed. Wat zou je liever doen? Play real life Minecraft? Of play echte leven Mario Kart? Oeh, dat is lastig. Wacht, maar als je echte leven Mario Kart speelt, moet je toch de hele tijd racen? Minecraft mag je nog andere dingen doen. Fuck dat, ik ga Minecraft spelen. Serieus? Zijn jullie liever de hele tijd in een stom autootje gewoon de hele tijd schreeuwtje zitten doen? Zo van, oh mijn god, wat doe jij nou weer? Wee! Serieus, dat zou ik echt totaal niks vinden. Want dan tijd je het vervelen. Serieus, in Minecraft kan je echt zo van... Dan kan je echt zo doen van... Tik, tik, tik. Ik heb hout. Het is onzichtbaar. Maar Mario Kart is echt zo... Oeh. Lol. Een Mario Kart lijkt me zo saai na een tijdje. Minecraft blijft gewoon leuk. Dus... Dit is fuck mensen! Oké, volgende vraag. Heb je liever dat je een lightsaber hebt? Lightsaber! Of de force gebruiken? Oh mijn god, de force doet iets! Ik gebruik helemaal niet! Oh wow! Dit is van Doctor Who Lego Dimensions. Wauw, ik gebruikte de Force. Nu gebruik ik de Force om het weg te gooien. Yeah. Maar goed, waarom zou ik eigenlijk die twee willen? Ik heb mijn sonische schroevendraaier al van Doctor Who, hè? Sonische schroevendraaier. Maar goed.
Oké, maar weg met de grappen. Als ik huwelijk ben, ik zou de Force gebruiken. Want serieus, je hebt wel een mooie lightsaber. Maar ik weet zeker dat ik toch na een week mijn arm of mijn hand of mijn been eraf zou hakken als ik iets cools probeer te doen. Maar met de Force kan ik gewoon doden van... Geef mij chips. En dan heb ik die chips. En dan hoef ik nooit meer op te staan. Nou, misschien als ik wel ergens naartoe ga. Maar als ik iets moet pakken, hoef ik nooit meer op te staan. Oh, zo cool. Ik ga voor de Force. Yeah, mensen. Jullie weten mij. Geef maar 5. Oké. Zou je liever een tomahawk hebben of een mes? Een tomahawk is volgens mij een heel cool soort van beltje. Dat... Of je nu, zoals Maarten, een mantelzorg... Advertenties altijd weer. Advertenties die mijn recording willen verpesten. Maar goed... Doorgaan. Kijk, een tomahawk is zo'n cool beltje van Assassin's Creed 3. Dat konden we gebruiken. Van... Ja! Ja! Maar een mes is gewoon... Steek. Ja, je bent dood. Maar een tomahawk is zo van... Je bent dood. Daarom ga ik voor een tomahawk. Yeah! Mensen begrijpen mij. Mooi, volgende vraag. Oh, wacht. Er zat boven nog iets vraag. Als je was... Oh, als je vast was in het woud. Oepsie. Allee, laten we doorgaan. Zou je liever zien hoe de mensheid gecreëerd zou zijn? Of zien hoe het zou eindigen? Dat is lastig. Serieus, want de mensheid... Het zou best wel cool zijn als je kon zien inderdaad van hoe de mensheid zou gecreëerd zijn. Maar het lijkt me eigenlijk best wel ook heel erg traumatiserend als je ziet dat iedereen die je kent of waarvan je houdt doodgaat. Ik ga denk ik voor zien hoe het gecreëerd is. Serieus? Willen jullie dit allemaal zien? Hoe willen dus meer mensen zien hoe... Iedereen, hoe een toekomstige kleinzoon, kleinzoon dan, waarschijnlijk wordt vermoord, doodgaat. Dat lijkt me verschrikkelijk. Serieus, wat is er mis met jullie? Oké, maar wat zou je liever willen? Een iPad dragen, een ooglapje dragen? Of heb een houten been? Ik denk dat dat betekent, een houten been. Ik zou liever een houten been hebben. Waarom? Nou, zonder... Geen idee, met één oog kan je heel moeilijk diep te zien, heb ik het gevoel. Ja, ik denk dat dat is, ja. En ik heb niet heel veel problemen met de perk lag. Dus laten we... Serieus? Vind je een houten been zo erg? What the fuck? Ik vind het vreemd hoor, Volgende vraag. Oké. Als jij iemand kon vermoorden van Harry Potter... Wat zou het dan zijn? Vermoord Voldemort. Serieus, Harry Potter lijkt me een chill dude om mee uit te hangen. Want Voldemort, als je Voldemort vermoordt, dan is iedereen meteen weer helemaal vrolijk. En dan ben jij eigenlijk de held van het verhaal in Harry Potter. Dus ik zou zeker weten Voldemort. Oké, laatste vraag. Zou je liever een pet monkey, willen hebben? Dus een... huisdieraap of een pratende als je een piraat was, wat zou je liever hebben? Een pet monkey, een huisdier aap of een pratende papegaai. Pratende papegaaien zijn heel erg irritant, maar dan heb je wel tenminste iets om tegen te praten. En het hangt vanaf hoe intelligent het is, want serieus, ik kom met gigantisch soms gigantisch erger aan domme mensen, of zeg maar onwetende mensen. Niet dat mensen dom zijn, maar sommige mensen gewoon niet onwetend over iets zijn. Ik kan me soms gigantisch over ergeren. Maar goed, wat zou ik liever hebben? Ik zou denk ik In een minuut met 10 pond Rutte, 10 pond kaas. In de midden is de baas. Het is een pratend papegaai. Serieus? Oké.
Ik wist het zelf niet welke ik moest kiezen, oké? Maar goed, dit was de laatste vraag. Hopelijk heb je genoten. En onthouden, ik heb een vraag gesteld genaamd... taart versus koekjes. Oké, zet je antwoord dus beneden in de reacties. Niet op mijn buik, want daar wist ik ook een beetje naar. Maar in de reacties. Ik kan natuurlijk nog één ding zeggen. En heb een fijne dag nog verder. Of nacht, geen idee. Maar heb een fijne dag nog verder. Ik kan nog één ding zeggen en dat is... Doeloe.